Hey mensen van Gaming met V. Jullie hebben gevraagd om nog een kattenvlog te doen. Ik zal jullie een update geven over hoe het met Nelly gaat. Ze zit hier alleen een beetje bang, want de cameraman zijn heel erg eng. Sorry Marnik. Maar ik zal even een update geven. We zijn vandaag dus naar de dierenarts geweest voor een check-up. Hoe het met de tandjes ging, ging het beter? Moet ze alsnog een operatie of niet? En we hebben goed nieuws! Yay! We hoeven geen operatie! De tandjes gaan een stuk beter, het is nog niet helemaal goed. Ze moeten nog een halfjaartje moeten weer terug om te kijken of het beter gaat. Maar er zit verbetering in. En dat is heel belangrijk. Dus het gaat hartstikke goed met haar. Dus gaan we even dansen. Yay, woehoe. Geen operatie. Nee? Nee, ze wil liever weg. Maar die update zou ik jullie sowieso geven. En daarnaast wil ik natuurlijk even alle andere poesjes laten zien hoe het daarmee gaat. Want die hebben jullie al een tijdje niet gezien. Dus laten we doorgaan naar waarschijnlijkheid. En hier hebben we nummer 2, de Ivy. Hallo. En jullie kunnen even kijken hoe groot ze is geworden. Redelijk groot. En heel erg harig. En het is nog steeds de grootste sul die je ziet. Ze is nog steeds heel erg speels. Maar op zich is ze steeds meer lui geworden. Ze ligt nu liever heel de dag te slapen. En gewoon te liggen en niks te doen. Dus deze is een beetje erg lui. Maar maakt niet uit, het moet kunnen. Moet kunnen, hè? Ja. Maar moet je kijken naar dit. Kijk hè. 1, 2. Ze heeft zulke lange haren gekregen. Het ziet er echt niet uit. Als je dit doet dan, hè. Sowieso ziet het er wel mooi uit. Maar het enige hierbij is dat ze jammer genoeg heel veel klit heeft erdoor. Ze moet elke keer borstelen en soms klikt ze uitknippen. En dat vindt ze net leuk. Dus dat is jammer. Maar als jullie ooit een minkoen willen, dan zou ik zeggen, ga voor iets kleiner. Want... Zwaar. Oké, hoor, sorry. Dat is wel weg. Even voor de duidelijkheid. Als je dat nu niet meer. Dit is wanneer ze weg wil. Die staart van je. Dat was Ivy. Door naar Foxy. Foxy, dit is de boef van het stel. Echt waar. Als je alle vier kijkt, dan is zij de meest boeverige. Ze heeft de kerstman met Tina's kip proberen om te gooien. Kerstballen daartegen krijgen ze heel goed uit en hebben we 10.000 kerstballen op de grond verspreid gehad, letterlijk. Als je iets van eten laat liggen, mevrouw pakt het. Oh ja. En ook het aanrecht is nu heel leuk om te ontkennen, om te ontdekken. En daar rond te lopen en te doen. Dus dat is ook wat minder. Wel daarentegen is ze echt een schootpoesje geworden. En ligt ze nu eigenlijk dagelijks op mijn schoot gewoon te liggen. Gewoon mee te kijken terwijl ik een video edit of terwijl ik een video opneem. Of gewoon terwijl ik een livestreamje aan het kijken ben. En dan zit ze gewoon zo gezellig erbij mee te kijken. Dus dat is heel erg leuk en heel erg schattig. En Foxy kan je zien, die heeft iets minder brede haartjes. Dus je kan zien, vergeleken met Ivy. Ze is ook wel iets kleiner, dus die loopt vergeleken met de zus iets achter. Of de zus loopt voor. Een van de twee. In ieder geval, Ivy is wel heel groot, dus ik denk dat dit hoort. En dat Ivy gewoon meegeeft. Maar dat vind ik helemaal niet erg, want ze is alsnog super schattig. En zij hierentegen houdt ook heel erg nog steeds van voeten. Dus ik heb vaak genoeg gehad dat zij gewoon letterlijk mijn voeten aan het pakken is. Terwijl ik ergens zit. En niet alleen bij mij, want dit beestje hier is zo sociaal als maar zij kan. En gaat iedereen zijn voeten pakken. Dus wie hier ook thuis komt bij ons, be prepared. Doe dikke sokken aan, want ze gaat je voeten pakken. Zeker weten. Dus dat is Foxy. Ik denk dat ik het hier maar gewoon afsluit. Want Mippy, die is weer ergens gewoon aan het liggen in een hoekje. Ergens zo van, fuck je allemaal, ik heb hier geen zin in. Ze heeft ook helemaal geen zin dat ik haar ga pakken. Dan loopt ze al gelijk weg als ze mij even aankomen lopen. Zo van, not happening. Dus dat doen we gewoon niet. Dus dit was hem. Dit was de update over de katten die jullie graag wilden horen. En ik denk dat we de volgende keer gewoon weer lekker een keer gaan spelen met ze ofzo. Maar jullie wouden eerst de updates horen. Dus hierbij heb ik dat gedaan. Mijn Mimi gaat trouwens ook heel goed. Ze is nog steeds 16 jaar. En daarom nog steeds oud. Maar verder heeft ze de spirit van een tweejarige. Dus dat gaat helemaal goed komen. En met Nelly gaat het dus ook gelukkig komen. Dus bedankt voor het kijken. Doe even een like als je katten awesome vindt. Ik wel. Dus ik ga zelf mijn video liken. En laat me in de reacties weten. Wat voor huisdieren hebben jullie allemaal? Laat het maar weten in de reacties. Heb je een kat? Heb je een vis? Heb je een hond? Heb je een paard? Laat het maar weten. Ik ben heel nieuwsgierig. En abonneer als je het niet hebt gedaan. Ciao!